It is the Shabir Show, the Shabir Burhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mogen de vrede en zegeningen van Allah met jullie allen zijn. Subhanallah, jullie zijn misschien een beetje verbaasd en misschien geschrokken. Jullie denken, hè, waarom ziet Shabir er opeens heel anders uit? Voor mij is het ook even wennen. Ik heb vandaag in hele lange tijd, na jaren, iets, na 5 jaar of 4 jaar, heb ik helaas mijn baard geschoren. Dat heeft een reden. Ik ga uitleggen waarom ik het gedaan heb. Misschien zie ik er heel anders uit. Misschien knapper, nog mooier of misschien minder mooi in de ogen van sommigen. Het is even wennen, maar de reden waarom ik het deed, trouwens vandaag is echt mooi weer. Hè? Echt mooie lenteweer. Het weer wordt steeds mooier, alhamdulillah. Ik heb zin in om erop uit te gaan. Kijk, de reden was omdat het weer mooier wordt. Winter is bijna voorbij. Sneeuw is gesmolten. Temperatuur gaat omhoog. Ik wilde een soort van frisse start maken. Ik wilde vandaag, omdat de kappers gesloten zijn in verband met corona, wil ik gewoon zelf in de badkamer tijdens de douche, wil ik gewoon mijn haar een beetje knippen en mijn baard bijknippen om het gewoon netjes te maken. Maar toen gebeurde er iets, ik had scheermesje bij me en schaar en kammetje en zo. Toen dacht ik van, laat ik gewoon een keertje met schone lei beginnen. Ik ga gewoon mijn hele baard afscheren en dan laat ik het weer staan. En dan krijgt het een mooie structuur, zeg maar. Dan gaat het gelijkmatig groeien. En dan krijg ik weer, zo snel mogelijk weer een volle, nette baard, zeg maar, sterke baard, want ik heb veel testosteron, ik ben een echte Pashtoen moslimman. Dus binnen een paar weken, misschien zelfs een paar dagen, heb ik mijn baardje terug. Kijk, aan de ene kant, tuurlijk, ik weet, een moslimman hoort altijd een baard te hebben. Ik deel die mening van die geleerden die zeggen dat eigenlijk scheren niet toegestaan is. Dus ik geef mij fout toe, mogen Allah mij vergeven als het een zonde is. Maar de reden was, omdat ik niet, de reden is niet dat ik tegen de baard ben of omdat ik baard niet mooi vind. Ik vind baard een hele mooie sunna. Het is verplicht voor elke moslimman. Een nette, mooie, volle baard. Het hoort, het past bij een man. Het is het verschil tussen een man en een vrouw. Een van de verschillen, zoals onze zusters hijab horen te dragen. Bedekking, zo moeten wij moslimmannen onze ogen neerslaan. Schaamte kennen, godsvrees. Imam en taqwa op pijl houden en een baard hebben. Tuurlijk, het geloof zit nog steeds in mijn hart. Ik ben alhamdulillah niet van mijn geloof gevallen. Dat zal ook nooit gebeuren. Ik wil wel afvallen, maar niet afvallig worden. Dus, maar dat geloof in het hart moet ook uiterlijke manifestatie hebben natuurlijk. Wij moeten dat ook laten zien middels onze daden en uiterlijk vertoon. Dus wat we doen met onze ledematen en hoe we eruit zien, dat heeft ook met dat geloof imaan te maken. Het heeft uiterlijke aspecten en innerlijke aspecten. Dus het komt helemaal goed. Wees niet bedroefd. Mijn baard komt binnenkort sterker en nog mooier terug. Ik ga door met goede content voor jullie creëren. Zowel buiten als binnen. Mooie vlogs komen eraan. Ik heb professionele camera, light, camera, action, sound. Everything is alright. Ik heb een goede, stevige, stabiele statief. Wat wil je nog meer? Ik zie er zelfs knapper uit. Ik heb mijn smooth skin terug. Mijn huid, het is even wennen voor mij. Het is echt zacht, subhanallah. Het is wel, subhanallah, je ziet er ook knap uit zonder baard. Maar met baard is het nog beter. Net als die Tim, die YouTuber, vlogger, influencer, die Tim. Had ook een tijdje terug zijn baard geschoren. Zijn vriendin zei voor de grap, ik ga jou verlaten. In het begin is het even schrikken. Maar ja, het went wel en mijn baard komt alhamdulillah terug. Ik ga niet zonder baard voor altijd leven. Tuurlijk, met baard is beter. Pas bij een echte moslimman, bij een echte man. Nu zien jullie mij van een andere kant. Nu zien jullie mij zonder baard na jaren. Het moet geen gewoonte worden natuurlijk. Ik doe dit ook niet vaak. Eens in de zoveel tijd. Maar inshallah ga ik het in de toekomst niet meer doen. Ik ga mijn baard laten staan. Maar het moet wel netjes zijn. Af en toe gewoon bijknippen aan de onderkant. Een beetje scheren in de nek en zo. Moet wel netjes en verzocht uitzien natuurlijk. Hygiëne, schoonheid, reinheid. Hoort ook bij het geloof. Dus dit was even een mededeling. Ik heb geen mental breakdown zoals Britney Spears die opeens haar hoofd haalde.
Ging scheren. Ik ben nog steeds dezelfde Shabir Burhani, alhamdulillah. En ik geloof nog steeds, ik hecht waarde aan de islamitische normen en waarden. Ik vind baard nog steeds mooi en belangrijk. Het komt gewoon terug, dit is gewoon eventjes tijdelijk, ja. En mogen Allah mij vergeven en mogen Allah ons allemaal leiden en vergeven. Amin. Ya Rabbil Alameen. Wassalam. Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani.